Vanaf 1 januari 2017 zal de gemeente Pelemaas nog maar beschikken over één McDonald's-vestiging. De vestiging van McDonald's aan de Napoleonsbaan in Kessel gaat na 15 jaar de deuren sluiten. Zo meldt het hoofdkantoor van het bedrijf naar aanleiding van vragen door Omroep PNM. Tot sluiting is besloten nadat is geconstateerd dat er sprake is van veranderde economische omstandigheden, zo zegt het bedrijf. Medewerkers hebben vorige week te horen gekregen dat zij uit zullen moeten kijken naar een nieuwe baan. Sommigen krijgen de mogelijkheid om in een andere vestiging van de fastfoodketen aan de slag te gaan. Vogelvereniging Meijers Pracht organiseert geen vogelbeurzen meer. Vanwege de geringe belangstelling heeft de vereniging dit besloten. Wel blijft Meijers Pracht elk jaar een internationale tentoonstelling organiseren. Dit jaar vindt deze plaats op 22 en 23 oktober. En dit jaar is er deelname van 5 speciaalclubs.